jongens. Heb jij er ook een? Zo'n brief. We moeten alles terugbetalen. 62.000 euro? Alle opvangtoeslag die we hebben gekregen vanaf day one. Met rente. We hebben het hier over grootscheepse, georganiseerde fraude van honderden miljoenen. Kinderopvangtoeslagfraude. Gaat het lukken met het speciale team? Dat zal wel moeten. U ontvangt geen kinderopvangtoeslag meer voordat wij uw aanvraag hebben beoordeeld. Hoeft de buitenwereld allemaal niet zo precies mee te krijgen. Belastingdienst. Zoek de grenzen maar een beetje op, hè, jongens. Ze kunnen toch in bezwaar? Ja, ze moeten gewoon even hun advocaat bellen. Ja. Wij hebben de langste aan. Dus een foutje van 244 euro resulteert in een sanctie van 12.000. Voorpagina nieuws. Ja, al mijn ouders zijn allemaal stopgezet. Wel toevallig dat ze allemaal bij datzelfde gastoudiebureau zaten. Ik ben machteloos. Wilt u even uitstappen, mevrouw? En de kinderen ook? Schulden, betalingsachterstand. Het is allemaal nep. Ze moeten ons gewoon hebben. We boeien mensen af. Nemen hun klachten niet serieus. En intussen laat u de ellende oplopen. Ik neem het beheer van jullie financiën over. 60 euro in de week? Voor twee kinderen? Nee, dat is nee, nee. Wat hebben wij misdaan om hierin terecht te komen? We zoeken hard bewijs. Racistische vooroordelen, zwarte lijsten. Ik heb die advocaat documenten gestuurd waar ze gewoon recht op heeft. Dit systeem selecteert wie er waarschijnlijk fraudeert. Je stopt de data in en er komen daders uit. Stream de toeslagenaffaire op NPO Start.